Eigenaar Richard Boske van het Almeerse bedrijf Boorwerk BV betaalt elk jaar tussen de 200.000 en 300.000 euro om zijn uitvinding, de zogeheten Profit, te beschermen tegen namaak. De Profit is een speciale zaag om in verschillende materialen gaten beter en sneller te kunnen maken. We hebben het oude gatzaagconcept helemaal veranderd door af te stappen van allerlei kleine tandjes naar een nieuw concept met 2, 3, 4, afhankelijk van de diameter, hardmetalen tanden met naast de tand een hele grote opening, waardoor het zaagstof heel makkelijk weg kan. En wat is dan het voordeel? Dat hij 5 tot 10 keer sneller zaagt dan het ouderwetse systeem. De boorkop is 10 jaar geleden door Boske ontwikkeld. Het bedrijf groeide in die periode van 10 naar 35 medewerkers in Almere en nog eens 30 in China. En zo is het dus geworden. Boorwerk is actief in 15 landen. De omzet groeide van 2 naar 10 miljoen euro. Wij waren oorspronkelijk importeur van dit product, van gatzagen. En toen dacht ik dat en dacht ik van jezus, hier heeft 50 jaar niemand over nagedacht. Wat is dit voor, dit zaagt helemaal niet, dus dat moet toch beter kunnen. En zo ben ik ook gaan nadenken en tot dit idee gekomen. Diverse bedrijven uit onder meer Taiwan en Duitsland proberen dezelfde zaag na te maken. Zij beweren dat hun zagen niet lijken op die van Boorwerk in Almere. Richard Boske is daarom diverse rechtszaken begonnen. In een aantal is hij in het gelijk gesteld. Drie andere zaken lopen nog. Ik ben van huis uit jurist, dus dat is op zich wel. Dus daardoor kan ik er misschien iets makkelijk mee omgaan. En dan zeggen ingenieurs altijd tegen mij van God, hoe is het nou mogelijk dat jij dit uitvindt? En dan zeg ik van ja, ik kan alleen maar heel simpel denken. Dus dat kan ook een voordeel zijn. Donderdagmiddag werd bekend dat Boorwerk in hoger beroep een zaak in Düsseldorf heeft gewonnen.